Maar ik zou de regering willen vragen, kunnen zij zich voorstellen dat heel veel mensen niet begrijpen waarom uitgerekend de duurst betaalde, de dikst betaalde zorgbestuurders 10 jaar lang de tijd krijgen om hun salaris te verlagen naar het niveau van het ministersalaris? Snappen zij dat? En kunnen zij uitleggen aan die tienduizenden hardwerkende zorgverleners die de afgelopen jaren ontslagen zijn? Zonder waarschuwing, zonder overgangsregeling, zonder tonnen euro's op hun bankrekening. En kunnen zij zich inleven in die oudere verpleegkundigen die nu in de verpleeghuizen werken en die gevraagd wordt om meer nachtdiensten te gaan draaien, omdat er krapte is, omdat er personeelstekorten zijn? Kunnen zij zich iets voorstellen bij die woede? Veel werkers in de zorg hebben te maken gehad met onzekere contracten. Ze hebben te lage lonen en een te hoge werkdruk. En dan krijgen uitgerekend de best betaalde bestuurders tot 2023 de tijd om naar het hongerloontje van de minister af te dalen. Dat moet toch de wereld op zijn kop zijn, zou je zeggen. Voorzitter, dit kabinet kiest niet voor de 90% van de mensen die hard werken voor weinig geld, maar voor de 10% die van publiek geld de zakken wil vullen. En notabene de wet om alle mensen die voor de overheid werken onder de ministersnorm te brengen, heeft het kabinet ingetrokken. Waarom, zou ik aan de regering willen vragen. En waarom zorgen we niet dat alle mensen die werken in de zorg, dus die betaald worden uit geld dat bedoeld is voor de zorg, ook onder de wet normering topinkomens komen te vallen?